Aanstaande zondag staat officieel het laatste Eredivisie-duel op het programma. Na het verlies van afgelopen weekend tegen Zwolle zijn de play-offs nog steeds geen zekerheid. Maar Heerenveen heeft het nog helemaal in eigen hand. Bij winst tegen de Nijmegenaren mag Heerenveen zich volgende week opmaken voor de eerste ronde in de play-offs voor Europees voetbal. Nee, we moeten punten halen om de play-offs veilig te stellen. En daar zijn we met z'n allen wel heel erg bewust van. Dus dat moet in het teken staan van aankomende zondag. Is de druk nu ook hoger, nu ja, deze wedstrijd echt gewonnen moet worden? Nou ja, we hebben het onszelf gekregen. We hadden zeker eerder al een mogelijkheid om dat te beslissen. Maar nou ja, er zijn 34 wedstrijden in de competitie om dat te bewerkstelligen. En daar hebben we nu nog eentje voor. En daar gaan we alles aan doen om dat te halen. Ja, ik denk dat de ploeg wel weet wat ons te doen staat. Ik denk dat het een must is dat we winnen, zodat we die play-offs toch kunnen spelen. Zodat we echt zeker zijn van die play-offs. En ja, dan denk ik dat we wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken wat dat die gaan geven. Het is de laatste kans, maar ik denk dat ja, als voetballer moet je daarmee kunnen leven. En ik denk dat we gewoon die wedstrijd moeten spelen zoals dat we anders doen. En dan denk ik wel dat hij in orde kan komen. NEC won afgelopen weekend van AZ. En om geen na-competitie te hoeven spelen, moeten ze ook winnen van SC Heerenveen. Er zijn ook een ploeg die daar hier komen, toch met nog een doel, zal ik zeggen. Het is niet dat voor hun er niks meer aan vasthangt. Dus het gaat wel een beladen duel worden, denk ik. Nou ja, die strijden ook nog voor hun laatste kans. Dus het zal zeker niet makkelijk worden. Net nieuwe trainer, ze hebben toch van AZ gewonnen. Dus het wordt zeker niet makkelijk. Maar nou ja, we spelen thuis en we hebben thuis al bewezen dat we heel sterk zijn met het publiek erachter. En daar heb ik wel volste vertrouwen in dat we deze wedstrijd gewoon gaan winnen. Ja, ze hebben afgelopen weekend gewonnen van AZ, heb ik gezien. Ja, ze speelden wel goed voetbal, dus ik denk dat we die ploeg zeker niet mogen onderschatten. De eerste wedstrijd die we daar gespeeld hebben, zakten ze vrij ver in. En dan met die snelle jongens die ze voorin hebben, dan is dat wel lastig te bespelen. Maar dat is wel een kwaliteit dat ze compact spelen en dan vanuit daar loeren op de counter. We hebben het lastig tegen ploegen die ver inzakken, maar we hebben ook wel bewezen dat we tegen die ploegen ook wel gewoon goed kunnen spelen. Alleen de resultaten zijn tegen die ploegen dan net iets minder, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij ook tegen NEC gewoon 3 punten gaan halen. Duidelijk, ja, voor jou persoonlijk, waarschijnlijk dan nog de play-offs, maar ja, is dit je laatste wedstrijden bij Heerenveen, denk ik? Zeg nooit, maar hoe het er nu naar uitziet is dat wel zo, maar wat ik zeg, Heerenveen heeft nog geen keeper en ik heb nog geen nieuwe club, dus zeg nooit. Kijk, want jij speelt natuurlijk je laatste wedstrijden hier in Heerenveen. Hoe kijk jij terug op deze periode? Ja, ik denk dat het goed is dat ik de afgelopen periode toch een basisplaats heb kunnen veroveren, zal ik zeggen. Mede door blessures ook, maar ja, dat is voor mij natuurlijk positief. Ik denk dat ik wel heel veel heb opgestoken, omdat het toch een hoog niveau is, de Eredivisie. En ja, dat was mijn doelstelling, ook om naar hier te komen voor die speelminuten. Dus ik ben blij dat dat gelukt is. Aankomende zondag is om 2:30 de aftrap in het Abelenstra Stadion. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus kom ook als 12e man onze ploeg na de overwinning van deze laatste Eredivisieronde helpen. SC Heerenveen won in 22 thuiswedstrijden tegen NEC 11 keer, speelde 6 keer gelijk en verloor 5 keer van de ploeg uit Nijmegen. In totaal hebben er 17 spelers voor beide clubs gespeeld. Waaronder Roy Berends, Geert Arend Roorda en Dennis de Nooyer. De grootste overwinning werd behaald op 7 april 2001. Toen werd het maar liefst 5-0. De eerste goal kwam met een penalty van Anthony Lurling. Nurmela, vastgehouden, strafschop. Nu doet Anthony Lurling het opnieuw van 11 meter en schiet hij wel raak. De Nooyer komt mee op. Nurmela komt naar binnen. Daar is Nurmela en daar is de 2-0. Een aanval uit het boekje. Venema en Nurmela bij de bal. Venema loopt weg. Nurmela neemt de vrije trap. Gevaarlijk! En 3-0 wordt gemaakt door Daniel Jensen. Albeck. Met de bal terug van Lulling. Albeck, Denneboom. Mooie reactie van Gentenaar. Lulling dan. En toch 4-0. Gemaakt door Sander van Gessel. Nurmela. Talan en Denneboom voor het doel. En Touteru komt inlopen. En maakt de voorzet op maat van Mika Nurmela af. De wedstrijd op 22 mei 2005. Het gewonnen met 2-1. Toen was het net als nu de laatste wedstrijd van het seizoen. Vrije trap Tininho. Van den Bissen kan er niet bij. Heerenveen op achterstand.
Vrije trap Yildirim. Gentenaar met moeite en dan kan Huntelaar intikken. 1-1. Opnieuw Yildirim. Nu kan de verdediging de bal wel wegwerken in de voeten van Sikora. Die brengt hem terug in de kluts. Daar staat Breuer. En die scoort 2-1. Op 10 april 1999 werd de thuiswedstrijd tegen NEC een spannende. Heerenveen komt maar liefst 2 keer op achterstand. Maar in de slotfase van de wedstrijd weten de Friese jongens alsnog de overwinning eruit te slepen. Toumani, ja, De Gier kan die zijn kansjes wel benutten. Doet hij! Jack De Gier. Ja. Nou. En het doelpunt van Gerard de Nooier. Achtervolgde Klompen. De Romein heeft een goed schot in dat linkerbeen. Oh, nee. Wat een foutenfestival. Nu een blunder aan de andere kant. Het is een goede bal. Ja. Talan. De Visser. De Visser. Mooi voorgegeven. Doelpunt! En de man die scoort is Ivan Svetkov.